Dit is de oefening pootjes op. De eerste stap is dat de hond natuurlijk moet leren dat hij iets moet gaan doen met dat krukje. Dus alleen het kijken naar het krukje levert hem al iets op. Of het krukje met zijn neus aanraken levert hem iets op. En dan ga je kijken of hij al iets meer wil gaan laten zien dan alleen maar zijn neus tegen het krukje aan. Dus dan wacht je. In dit geval gebruikt Minna even een handtouch om hem te laten zien. Je mag omhoog naar mijn hand toe. En dan zie je het kwartje eigenlijk vallen bij Lars dat hij bij zichzelf denkt, oh ja, dit kan ik. Pootjes op is een hele mooie oefening om de honden te leren om gedrag aan te bieden. Super mooie uitvoering van Lars. Hij is nu aan het nadenken, hij is aan het bedenken wat leverde me net ook alweer die klik en die beloning op. Hij denkt na. Minna helpt hem een heel klein beetje en dan zie je dat hij eigenlijk alweer met zijn poten op de kruk staat. En dan ga je hoe snel als het kan die handhulp weer afbouwen. Want je wil natuurlijk niet dat hij eigenlijk afhankelijk wordt van die hand touch die aangeboden krijgt. Maar dat hij het echt zelf gaat bedenken. Wat levert mij nou die klik op? Ja, supermooi. Minna gooit expres na de klik het voertje weg, zodat ze eigenlijk Lars reset. Want doordat hij eraf moet en weer terug naar het krukje loopt, moet hij het gedrag opnieuw gaan aanbieden. Zou hij hem namelijk laten staan op het krukje, dan zou hij ook kunnen denken, oh, ik sta hier eigenlijk wel prima. Het idee is juist dat hij leert dat hij gedrag moet gaan aanbieden. Nou is Lars niet bang als dat krukje wiebelt. Maar er zijn ook honden die dat natuurlijk wel spannend zouden kunnen vinden. Dan moet je hem iets minder ver weggooien of hem iets minder enthousiast maken om er weer van af te springen. Lars geeft er niet zoveel om, dus dan is het niet zo heel erg. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je hond daarvan schrikt.